Goedemiddag allemaal, bedankt om mij hier uit te nodigen. Ik ga jullie vandaag iets meer vertellen over het Vlaams Instituut voor Archivering. Het is inderdaad een jong instituut. Wij zijn ongeveer 3,5 jaar oud. Wij zijn eigenlijk geïncubeerd in een onderzoeksinstelling gedurende ongeveer 3 jaar. En wij zijn dus eigenlijk nog maar sinds begin 2016 een eigen organisatie, een VZW. VIA is eigenlijk ook vertrokken vanuit eigenlijk het verhaal dat eigenlijk, denk ik, jullie allemaal vaststellen. De uitdaging van er zijn nu eenmaal heel veel nog analoge dragers die dienen gedigitaliseerd te worden. Bedreigd audiovisueel materiaal dat in kaart gebracht is in Vlaanderen, in eerste instantie bij de erfgoed- en de mediasector. De uitdaging dus zeker om van hoe krijgen we dit, die bulk aan materiaal, duurzaam bewaard voor de toekomst. Daarnaast natuurlijk, we hebben het hier deze ochtend ook al over gehad, niet alleen het materiaal dat er analoog bestaat, maar ook wat dagelijks wordt geproduceerd. Zaken die eventueel al gedigitaliseerd zijn geweest uit vorige digitaliseringsproject. Dus ook eigenlijk die bulk aan Digital Born, hoe gaan we daarmee om, evenzeer. Uitdaging rond gestandaardiseerd werken. Hoe gaan we dat inderdaad op die manier aanpakken, zodat ook data uitgewisseld kunnen worden. Hoe vinden we daar middelen voor? Dat is ook een zeer groot vraagstuk. En hoe maak je daar zelfs een verhaal rond dat toch op een of andere manier eerder kostenefficiënt is, in zekere zin ook kostenbesparend. Als je met een nieuw project naar de overheid moet stappen, dan kom je best met een solide businessplan en budgettering af om dat ook eigenlijk enig draagvlak te doen vinden. VIA is dan ook inderdaad helemaal ontstaan vanuit het idee van samenwerking. Die uitdagingen zijn eigenlijk te groot, te complex, te duur, te technisch, ik ga een beetje in de te-vorm, maar niet te min, om dit inderdaad vanuit al die verschillende instellingen individueel aan te pakken. En heel het model eigenlijk van VIA is gebaseerd op samenwerking. Het idee van, als we dit samen doen, gaan we dat ook veel beter kunnen aanpakken, maar ook op een kostenefficiënte manier. Dus VIA werkt heel duidelijk in een netwerk van partners. Wie zijn die partners? Ze zijn hier een beetje gesitueerd. Contentpartners, zij zijn degene die ons maar te zeggen, content aanleveren. De contentgebruikers, dus voor wie we het eigenlijk proberen te valoriseren, te ontsluiten. We werken uiteraard samen met diverse kennis- en expertisecentra in Vlaanderen. PACT is meer vooral digitaal bezig. VARO is voor cultureel erfgoed, kunsten. Cinemathèque is eigenlijk een beetje het Belgisch filminstituut. Internationale partners, beeld en geluid, AV Preserve enzovoort. En uiteraard ook leveranciers, want VIA doet geen interne digitalisering. Wij besteden al onze digitalisering uit. Onze contentpartners, wij hebben er momenteel ongeveer meer dan 70. Die komen van over heel Vlaanderen en Brussel. En die komen uit heel veel diverse sectoren. VIA werkt eigenlijk voor cultureel erfgoed, landelijke en regionale instellingen. Ons kader daarvan, of ons uitgangspunt, is in wezen het cultureel erfgoeddecreet in Vlaanderen, die eigenlijk instellingen ook indeelt op een landelijk en regionaal niveau. Dus musea, archieven, erfgoedbibliotheken, stadsarchief van de centrumsteden en zelfs ook al iets ruimer. En met de erfgoedcellen, dat zijn eigenlijk ook werkingen die eerder zich regionaal zelfs iets of wat lokaal vertakken en die dus eigenlijk ook proberen eigenlijk, voor de erfgoedzorg in hun regio in te staan. Ook met hen zijn we momenteel in gesprek om te zien of dat we voor hen een dienstverlening kunnen ontwikkelen op het vlak van digitale archivering. We werken ook voor de media, dus de openbare omroep. De VRT is eigenlijk een van onze grootste klanten. In volume zijn zij natuurlijk zeker proportioneel de grootste. We werken voor alle regionale omroepen, dat zijn er 10 in Vlaanderen. En ook de private landelijke omroepen zijn bij ons klant toch al 1 SBS voor een digitaliseringsproject. En we werken ook nog rond ontsluiting een aantal dingen samen. En we zijn ook in gesprek met de andere grote in Vlaanderen, Medialaan. De Vlaamse overheid, het Vlaams parlement, is bij ons klant voor de digitale opslag voornamelijk. Ze doen een klein beetje digitalisering, maar voornamelijk hebben zij een probleem met... Zij nemen al de zittingen op in het parlement en dus zijn ook vragende partij voor een duurzame archivering van dat materiaal. We zijn in opstart met gesprek met Vlaamse administraties. En wat we recent zijn opgestart, sinds mei van dit jaar, zijn de podiumkunsten. Dus eigenlijk de theatergezelschappen, de dansgezelschappen enzovoort, zij hebben ook best wel wat audiovisueel materiaal liggen.
En daar hebben we nu ook ondertussen al een 25 sinds mei. We hebben eind mei een infosessie gegeven, aanmeldingen, om eigenlijk een dienstverlening te ontwikkelen voor hen. Dus VIA heeft drie kernactiviteiten. Wij digitaliseren dus analoog materiaal. De focus daar is heel duidelijk audiovisueel. Hoewel we al een ervaring hebben opgedaan met een krantenproject, maar dat is eigenlijk toch eerder een... Dat was een groot project, maar in wezen is toch onze focus audiovisueel. We doen dus ook aan duurzame archivering en we trachten eigenlijk complementaire ontsluiting, valorisatiemogelijkheden te ontwikkelen in samenwerking met onze partners. Eerst even wat meer nog over digitalisering. Dus onze focus, zoals ik zei, audiovisueel materiaal dat bedreigd is, is eigenlijk altijd gebaseerd op inventarisatie, zeer belangrijk inderdaad. We moeten weten over welke aantallen het gaat, we moeten weten welke type dragers er zijn enzovoort. We gaan ook plannen volgens de meest bedreigde drager eerst. En dat is inderdaad ook belangrijk, omdat we werken, inderdaad, je ziet het ook al een beetje, volgens een soort van golven per dragertype. Hè. Wij gaan inderdaad niet, uiteraard niet bij elke instelling apart kijken van ah, wat is jullie collectie en we gaan die dan een keer in totaal, op een bepaald bestek van tijd, digitaliseren. Nee, we inventariseren eigenlijk over al die instellingen heen, in samenwerking ook met andere expertisecentra in Vlaanderen, van hoeveel VHS is er, hoeveel U-matic is er, hoeveel Betamax is enzovoort. En dan gaan we eigenlijk met die aantallen naar de markt. Dus we brengen eigenlijk totaal hoeveelheden in kaart en dan gaan we naar de markt met een tenderingprocedure. Zoals jullie weten, aanbestedingen naar gelang... de omvang van het bedrag hè, zit je in een ander proces. Meestal werken wij dus met Europese procedures. Wij gaan dat exhaustief documenteren. Wij doen dat ook in samenwerking met onze contentpartners rond kwaliteitscriteria, technische criteria, dienstverleningscriteria. Hè, bijvoorbeeld dat men wenst dat er bijvoorbeeld heel snel kan ingrepen worden, moest men toch een tape nodig hebben. Zeker voor de mediasector is dat bijvoorbeeld belangrijk. Dus we gaan eigenlijk met die tenderingprocedure naar de markt. Er komt een jurering. Die jurering gebeurt ook in samenspraak met experten, ook soms internationaal, maar ook met mensen vanuit echte praktijk. En dan wordt er gunning gebeuren en dan gaan we eigenlijk in een lange termijn relatie met die leverancier. Ik zeg inderdaad lange termijn relatie, je ziet het ook hier al een beetje geschetst, hè, dus per project. Ja, sommige projecten lopen echt over meerdere jaren door. Sommige projecten zijn ook, bijvoorbeeld audiocassettes zul je zien, ik weet niet wat het leesbaar is, maar audiocassettes is bijvoorbeeld eigenlijk al afgerond, maar natuurlijk is dat nooit in de praktijk echt helemaal afgerond. Hè. Je zit nu eenmaal met instellingen die nog altijd collecties verwerven. Er komen ook bij ons telkens tot nader orde nieuwe contentpartners bij. Dus wij voorzien in onze tendering ook eigenlijk manieren, dat zijn die grijze blokjes, waar we eigenlijk terug met die leverancier kunnen zeggen van hier is terug een batch. We hebben terug een bepaalde hoeveelheid en we gaan terug met jullie in zee om die nieuwe batch te laten digitaliseren. Die workflow inderdaad is ook weer gebaseerd opnieuw op dat samenwerkingsidee. Hè. Wij verwachten van die contentpartner een aantal zaken. Hè. Eigenlijk in wezen zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding van de digitalisering. Hè. Dus VIA gaat eigenlijk hen verpakkingsmateriaal aanleveren, barcodes, een barcodelezer. Wij hebben een registratietool ontwikkeld waarin zij eigenlijk elke drager kunnen registreren. Dus zij moeten eigenlijk voor zorgen dat het klaar staat voor verzending. En dan eigenlijk neemt VIA, / de leverancier, naar gelang de afspraken, het eigenlijk over. Hè. Die dragers die worden opgehaald, die gaan dan naar de service provider voor digitalisering en die worden dan achteraf teruggeleverd. Hè. Inderdaad, de analoge dragers gaan terug naar de contentpartner. Hè. VIA doet geen analoge opslag, enkel digitale opslag. Het is dus inderdaad aan de contentpartner dan ook om te beslissen wat hij met die analoge dragers doet. VIA probeert daar wel opnieuw een beetje begeleiding te voorzien. Hè. Je ziet daar ook naar gelang de sector daar andere visies op van moeten we dat nu bijhouden of niet. Maar dus daar proberen we ook weer met bijvoorbeeld een steunpunt à la Faro enzovoort een aantal guidelines te voorzien om hen daarin te begeleiden en die afweging te maken. Zo ziet ongeveer, volgens onze huidige inschatting, onze prognose ongeveer uit. Dus tegen eind 16 denken we ongeveer 40% van die bulk die ik daar in het begin liet zien, eigenlijk gedigitaliseerd te hebben. Dat
maakt een beetje abstractie van bijkomende inventarisaties, maar we merken wel dat natuurlijk die hoofdinventaris, de bulk is echt van het aantal audiovisuele verdragers en dat er nu inderdaad nog wel volumes bijkomen. Bijvoorbeeld bij de podiumkunsten zijn er 75 organisaties die hebben gereageerd op een bevraging. En van die 75 zijn er denk ik ongeveer 30.000 dragers weer dus eigenlijk gesignaleerd. En dan gaan we dat opnieuw weer inplannen. Archiveren dan. Dus wij bieden ook aan onze contentpartners duurzame opslag, 3 kopieën, dus 2 online en 1 offline, in een bunker hier in Nederland, jawel. Wij bieden uiteraard aan onze contentpartner toegang tot die digitale kopie, voordat zij dat kunnen annoteren voor hergebruik enzovoorts. Wij zorgen voor integriteitscontrole en wij werken aan lange termijn bewaring en preservering enzovoorts. Opnieuw daar weer samenwerking. Ook voor die CP, dus het is niet zo, het is nu gedigitaliseerd en het is allemaal in orde. Nee, oké, wij vragen opnieuw van die contentpartner een zekere inspanning, namelijk kwaliteitscontrole, steekproefgewijs weliswaar, omdat het niet zo is dat, dat ze natuurlijk al hun bestanden en elk item visueel kunnen gaan nakijken, maar steekproefgewijze kwaliteitscontrole. Verrijking van metadata, niet evident. We proberen daar ook te mappen met wat er is. Maar tegelijkertijd weten we dat dit wel ook een lange termijn verhaal is. En uiteraard, zij mogen hun bestanden naar gelang juridische, al dan niet beperkingen, uiteraard ook hergebruiken. Het blijft hun materiaal. 17 petabyte, een beetje technisch, ik weet niet, voor degenen die daar geïnteresseerd in zijn. Die mogen dan achteraf nog eens in detail bestuderen. Wat wij ook aan het ontwikkelen zijn, is eigenlijk een import voor digitale collecties. Daar wil ik mij daarnet ook zeggen van, digitale collecties, wij omschrijven dat als dat wat al reeds gedigitaliseerd is in andere projecten dan via, en dan dus digital born. En wij zijn eigenlijk nu, we hebben een aantal pilootprojecten gedaan, met VRT, Vlaams Parlement, 2 regionale omroepen en de provincie Antwerpen, om eigenlijk processen te ontwikkelen enzovoort. En eigenlijk nu gaan we over weer opnieuw naar een inventarisatie bij onze contentpartners. En de bedoeling is om in het najaar eigenlijk stelselmatig ook die dienstverlening aan onze contentpartners uit te rollen. Tot slot, interactie. VIA werkt eigenlijk voor 4 doelgroepen wat betreft haar valorisatieverhaal. Wij sluiten met onze contentpartners samenwerkingsovereenkomsten af. En in die samenwerkingsovereenkomsten verwerven wij eigenlijk niet exclusieve gebruikersrechten voor dus die verschillende doelgroepen. Voor onderwijs, voor wetenschappelijk onderzoek en voor bibliotheeksector, de openbare bibliotheeksector. Waar wij op termijn ook wel hopen aan te werken, en dat is ook wat je inderdaad ook hier ziet in beeld en geluid, maar ook bij INA enzovoort, is het idee van een soort van B2B-uitwisselingsplatform. Of ook catalogiefunctie voor bepaalde segmenten, om eigenlijk ook die toegankelijkheid van de verschillende collecties te vergroten en die valorisatie eigenlijk te stimuleren. Ik ga voornamelijk even nog stilstaan bij onderwijs, omdat we daar ook eigenlijk echt het verst gevorderd zijn. Bij de anderen lopen er wel hier en daar projecten, maar uiteindelijk voor onderwijs hebben we echt een werkend platform. Ook hier heel het verhaal van onderwijs, heel exhaustief overlegd met heel veel diverse actoren om input te vragen, expertise uitwisseling te bevorderen. We zijn dan eigenlijk in een soort van proeffase gegaan tot we eigenlijk in januari het Archief voor Onderwijs hebben gelanceerd. En dat was eigenlijk een vrij goed succes, want eigenlijk ons testproject, waar we geen reclame rond maakten, maar gewoon een beetje mond aan mond, zal ik maar zeggen, wel wat aanhangers kreeg. Met die lancering, 1 maand, hadden we een dekking van in meer dan 52% van de Vlaamse onderwijsinstelling waren er leerkrachten, al was dat er 1, al waren er 2, maar leerkrachten in scholen die dus een account hadden op het Archief voor Onderwijs. Heel het idee van dat platform is dat het een vraaggedreven platform is. Dus het is niet zo, beste leerkrachten, hier is al onze content en exploreer. Nee, ook hier gaan we eigenlijk een samenwerking aan met de leerkrachten zelf. We werken met gedetacheerde leerkrachten en zij gaan eigenlijk vanuit eindtermen, leerplandoelen enzovoort, gaan zij eigenlijk kijken van waar geven wij les over. En het is die selectie die dus met beeldresearches gebeurt en die uiteindelijk op het platform terechtkomt. Dus maar een fractie tussen aanhalingstekens van al het materiaal dat er is, komt daarop terecht, maar wordt wel ook gemetadateerd op een manier dat eigenlijk elke leerkracht dan in Vlaanderen het kan terugvinden. Van ik wil lesgeven over de kikker in de 3e kleuterklas enzovoort, dan gaat elke leerkracht dat ook kunnen vinden.
Wij trachten ook dit mediawijs te omkaderen in samenwerking met het kenniscentrum Mediawijsheid in Vlaanderen. Wij doen ook af en toe specifieke projecten. Bijvoorbeeld, we zijn er nu in bezig meer rond literatuur, waar we eigenlijk, er is een kanon opgemaakt van de Nederlandstalige literatuur. Dat is niet onze core business, maar waar wij wel trachten nu te kijken is hoe kan je die collectie die er is opgemaakt en waar leerkrachten les over geven, hoe kunnen we die gaan verrijken met audiovisuele collecties. Daar is trouwens 20 oktober een studiedag over in Vlaanderen ook. Wij proberen ook hier en daar onderzoekstrajecten op te zetten om eigenlijk ook weer opnieuw na te gaan van wat wil eigenlijk die gebruiker, hoe kunnen we daarop inspelen, maar ook telkens zoeken we daar ook juridische consults om te kijken van is dit haalbaar, wat kan er niet enzovoorts. En op vraag van Johan, ja, toch wel, de beeldcapsule, nog een minuutje. Hij wou per se, eigenlijk niet, maar toch, ik heb het dan er toch maar ingezet. Een campagne die we hebben gedaan voor het brede publiek. Eigenlijk met het idee van, we wilden eigenlijk die diversiteit van het audiovisueel materiaal dat er bij al die contentpartners zit, want opnieuw, hè, we werken dus inderdaad voor die breedheid van partners, eigenlijk ook tonen en eigenlijk zichtbaar maken. En heel het idee is eigenlijk gebaseerd op van, laten we heel selectief, het ging maar over een paar filmpjes per contentpartner die wou meedoen, dat online brengen. En dan is er een heel social media ding rond gebeurd en dat heeft eigenlijk heel mooie resultaten gehad. Mensen konden eigenlijk kiezen welke beelden zij vonden dat eigenlijk over 100 jaar moest nog kunnen bekeken worden. En zo zijn er heel veel beeldcapsules gemaakt en heel veel beeldcapsules gedeeld. En dat was een heel fijne campagne. Ik sluit nog af met een tweetal slides. En ik zit gewoon nog helemaal goed binnen timing, geweldig. Dus na bijna 3,5 jaar, hè, toch even samengevat, denk ik dat wij eigenlijk een heel mooie samenwerking opgezet met heel veel partners. Er zijn ondertussen toch al meer dan 150.000 AV-dragers gedigitaliseerd. 270.000 pagina's, dat is dat krantenproject, gedigitaliseerd. We hebben ondertussen meer dan 1,2 petabyte in ons archief. Wat natuurlijk vrij snel aan het toenemen is, omdat we nu die digital ingest-projecten ook opstarten. Dus bijvoorbeeld met de VRT. Alles wat dagelijks door de VRT wordt geproduceerd, gaat nu 24 uur nadien in het archief binnenstromen. En we gaan ook heel de backlog van het archief van VRT, dus ongeveer 4,5 petabyte, gedurende denk ik de volgende 2 jaar proberen overpompen. Dus ja, je gaat daar eigenlijk, die volumes gaan natuurlijk relatief snel doorstijgen. Dus nu sinds januari, nu sinds dan, hebben we een 16.000 actieve gebruikers op het archief voor onderwijs. We blijven toch nog altijd partnerships aangaan en verbreden. En dus inderdaad, we zitten in een aantal ontwikkelingsprojecten die vooral ook gericht zijn op die valorisatie van die content. Hoe kunnen we eigenlijk daar toch meer vindbaarheid, zichtbaarheid, hergebruik enzovoort stimuleren, waar mogelijk. Tegelijkertijd toch wel wat uitdagingen. Wij zijn relatief eigenlijk een kleine ploeg. We zijn, vind ik, wel een erg dynamisch ploeg. Er zijn allemaal heel veel mensen die er volledig voor gaan. Maar we zitten toch tegelijkertijd met 18 FTE's versus toch een grote complexiteit van partners, processen en die hoeveelheid en die ook eigenlijk tot nader orde alleen maar toeneemt. Dus dat zet wel druk op die organisatie. We zetten heel veel in op automatisering van processen waar mogelijk. Tegelijkertijd merken wij ook wel dat we een stuk bottleneck ervaren van gewoon personeelsdruk, dat, er, ja, dat het gewoon ook heel veel wordt. Uiteraard, onze business, net als die van jullie, is uiteindelijk gebaseerd op een lange termijn planning. Ver vooruitkijken, wat zijn goede investeringen, hoe maak je dingen, lange termijn inventariseren enzovoort. Tegelijkertijd heeft VIA momenteel een korte termijn financiering. Wij moeten elk jaar een plan indienen. Dus wij moeten per jaar eigenlijk naar de overheid een dossier indienen en dus onze budgettaire context nog wat afwachten. We hopen dat daar vanaf 2018 toch een langere termijn engagement komt. Een andere uitdaging, het is denk ik ook inderdaad die breedheid uiteindelijk. VIA werkt voor erfgoed, voor kunsten, voor media, voor eigenlijk overheid enzovoort. En je merkt ook wel dat dat vaak ook een moeilijkheid biedt, ook onder meer voor beleid, ook ergens van hoe ga je dat nu op een duurzame manier verankeren, die brede werking. Vaak is men zo geneigd om, je zegt cultureel erfgoed en dan kunnen we daar zetten. En dan, maar ja, we zijn breder. En, ja. Dus tegelijkertijd is men ook wel in Vlaanderen aan nadenken om zelfs nog de VIA-infrastructuur nog breder te verankeren om een heel brede, nog bredere dienstverlening te organiseren voor cultuur, media enzovoort.
to be seen. Dan, al valorisatiepotentieel. Ja, ik denk dat het ook bij jullie heel bekend is. Er is enorm veel, ja, ik denk dat er heel veel waarde zit in al die archieven. Maar tegelijkertijd zit je met die rechtenproblematiek en je zit ook altijd met een beperkte metadatering. En als je de data niet vindt, kan je ze ook niet ontsluiten. Dus dat is echt een, allee, het is ook nog een ongelooflijke inspanning die al die instellingen, denk ik, ja, nog voorstaan. En dat brengt me ook tot het laatste punt. We werken met heel veel verschillende type organisaties, groot, klein enzovoort, van heel verschillende achtergronden, die eventueel archieven ook totaal niet in hun core business hebben. Denk aan kunstorganisaties. Dat is bij ons, allee, in Vlaanderen is dat nog maar recentelijk, dat men daar binnen het kunstdecreet ook allee, aandacht voor vraagt, voor archiefzorg. Maar dus ook beperkte resources, hè, dat is ook niet, ik denk dat dat veronderstel dat dat voor Nederland ook niet altijd zo is, dat je daar met 10 mensen een keer je op kunt toegooien. Dus, en dat is dus ook een uitdaging, want we zitten in die samenwerkingsrelaties. Hè, wij vragen dingen van de contentpartner, dus wij zijn even goed vragende partij dat daar de resources eigenlijk voldoende aanwezig zijn en versterkt worden, om ook hè, in die samenwerkingsrelatie te gaan met ons. En ik denk dat ik er dan ben, en het is gewoon bonk nul, jong. Ja.